Goedenavond. Minister van Justitie van Quickenborne geeft zijn versie van de incident op zijn verjaardagsfeest met beelden van zijn eigen bewakingscamera. Kijk een keer goed naar die beweging. Kijk eens goed. Kijk eens goed. Dat lijkt op luchtgitaar. Elk jaar verdwijnen tienduizenden pakjes bij de levering. Bpost zegt dat het maatregelen neemt. Tonnen afval van lachgas zorgen voor problemen bij de afvalverwerking in Brussel. De bussen ontploffen vaak in de verbrandingsovens. Hier zien we een huis die volledig verzwolgen is door die rivier, die eigenlijk te dicht bij de rivier stond. Hevige regenbuien veroorzaken zware overstromingen in Griekenland. En er is nog veel meer water op komst. En in de ronde van Spanje zet Remco Evenepoel concurrent Roglic op 20 seconden in een belangrijke tijdrit. Maar de ritwinst die is voor Filippo Ganna. Welkom, minister van Justitie van Quickenborne. Blijft erbij dat hij niet op de hoogte was van het gedrag van zijn vrienden op zijn verjaardagsfeest vorige maand. Gisteren in ons journaal vertelden we al dat er niet alleen politiebeelden zijn van Quickenbornes gasten die urineren tegen een politiecombi, maar ook van de minister zelf die een plasbeweging maakt en de deur van de combi opent. Intussen heeft de minister ons de beelden van zijn eigen bewakingscamera's laten zien om zijn versie van de gebeurtenissen te vertellen. Minister van Justitie van Quickenborne heeft beelden van de bewakingscamera's aan zijn huis klaargezet op zijn computer. We mogen ze bekijken samen met hem, maar alleen de beelden tonen waar hij zelf commentaar bij geeft. Ik toon u de beelden, dat is 40 minuten. Dat is de laatste gast die vertrekt uit mijn huis. De eerste keer dat ik mijn huis verlaat die avond. En dan komen de kwestieuze beelden, zoals dat heet. Dus op een bepaald moment leun ik achterover en maak ik een beweging. Die door sommigen zouden geïnterpreteerd kunnen worden als een plasbeweging. Het kan evengoed een andere beweging zijn. Bronnen bij het onderzoek zijn formeel. Het gaat om een plasbeweging. Maar de vriend van de minister komt vandaag met een ander verhaal. Ja, maar ja, echt waar. Wat mijn vriend nu vertelde heeft vandaag, heeft mij een WhatsApp gestuurd, zegt hij, je zit luchtgitaar aan het spelen. Ik dacht dat. Ja, hij speelt dat. Dat leek. Maar kijk een keer goed. Ik weet dat je zit natuurlijk niet in specialist, maar kijk een keer goed naar die beweging. Kijk eens goed. Kijk eens goed. Dat lijkt op luchtgitaar. De beelden van de bewakingscamera's van de minister zijn niet zo duidelijk als die van de politie. De minister had veel gedronken die avond, maar weet hij dan zelf niet meer wat hij heeft gedaan. Ik herinner me ook niet meer exact welke beweging ik heb gemaakt. Maar zeggen dat op basis van die beweging, dat we daardoor kunnen afleiden dat ik perfect op de hoogte was van wat er uren daarvoor zich heeft afgespeeld, ik vind dat zeer verregaand. Dat kun je in elk geval niet bewijzen. De minister opent ook de deur van de combi, iets wat enkele van zijn gasten eerder op de avond ook al deden. En dan daarna begeven we ons naar die combi, zoals je kunt zien. En die combi, die deur doe ik open, zoals je kunt zien, 15. En ik sluit die deur onmiddellijk. Dus in 4 seconden is die open en dichtgemaakt. De deur hangt niet vast in het slot. Hoe wist u dat? Omdat die combi is nooit echt gesloten geweest. Die combi staat er al verschillende maanden. De combi is niet op slot. Van Quickenborne houdt vol dat hij recht in zijn schoenen staat en wil dat zijn vrienden zich verontschuldigen voor hun gedrag eerder die avond. Er is toen meermaals tegen de combi geplast, genodigden namen foto's in het voertuig en 1 gast schopte tegen de bumper. Maar ik verwacht dat die mensen zich ook nog eens uitdrukkelijk excuseren. Publiekelijk? Ja, ik verwacht dat. Ja, en het plasincident tijdens het feestje van minister van Justitie van Quickenborne krijgt ook een politiek staartje. Want hoewel het parlement nog in vakantie is, komt de Kamercommissie Justitie overmorgen uitzonderlijk eerder bijeen. Wel, wij vragen de minister om duidelijkheid. Dus we hebben de minister naar het parlement geroepen, omdat er dag in dag uit politiemensen de minister bewaken in zijn huis, zijn familie bewaken en dat er zich een incident heeft afgespeeld. Nu zijn er onduidelijkheden ontstaan over de feiten zelf en de verklaringen van de minister daaromtrent. En daarom vragen wij de minister ter verantwoording naar het parlement. Wedstrijdjournalist Ivan de Vader gaat er straks verder op door bij onze collega's van De Afspraak. Om 8:30 is dat op VRT Canvas. En ook het nieuws over vooruitvoorzitter Conor Rousseau staat daar op het programma. Want het parket van Oost-Vlaanderen laat de klacht wegens zedenfeiten tegen Rousseau vallen. Een 20er diende die voor de zomer in. Het parket zegt dat het een grondig onderzoek heeft gevoerd, maar dat er geen elementen zijn die wijzen op strafbare feiten.
Om die reden zijn ook twee eerdere meldingen over mogelijk ongepast gedrag van Rousseau geseponeerd. Op het terreurproces over de aanslagen in 2016 in ons land eisen de openbare aanklagers de zwaarste straffen voor de 6 kopstukken. Voor Mohamed Tabrini en Salah Abdeslam vraagt het Openbaar Ministerie levenslang en een ter beschikkingstelling van 15 jaar. De aanklagers willen ook de nationaliteit van de Belgische terroristen afnemen. En in Borgerhout in Antwerpen is afgelopen nacht een woning beschoten. Er vielen geen gewonden. Buurtbewoners hoorden verschillende schoten en belden de politie. Die vond enkele kogelinslagen in de gevel en de deur van het huis. Er wordt nu onderzocht of er ook een link is met het drugsmilieu. Mogelijk heeft u het alles meegemaakt. Een pakje bestellen dat uiteindelijk nooit aankomt. En u bent niet alleen, want elk jaar komen tienduizenden pakjes die via Bpost verstuurd zijn, niet aan. Bpost levert miljoenen pakjes per jaar. Maar ongeveer 1 op de 1000 komt dus niet aan op de bestemming. De weg die een pakje aflegt, van ontvangst tot levering, is dan ook lang en complex. We versturen met z'n allen al maar meer pakjes, dus kunnen er ook steeds meer zoek geraken. Dat kan op verschillende manieren gebeuren, maar diefstal is ook in het postsorteercentrum van Bpost een aandachtspunt. Bpost is de doorsnede van de maatschappij, dus de meeste mensen deugen wel, maar jammer genoeg zitten er een aantal mensen tussen die daar toch voordeel uit halen. Maar als we iemand betrappen, ja, dan gaat hij niet langer bij Bpost werken. Naast het inzetten van camera's en zelfs privédetectives kunnen werknemers op elk moment op de vloer worden gecontroleerd. Bonjour mademoiselle, un petit contrôle des sacs transparent. Oui. Vous pouvez montrer votre sac s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Doorschijnende zakken zijn hier bijvoorbeeld heel bewust verplicht. C'est contre le vol. Comme ça on voit tout ce que vous avez mis à l'intérieur. Est-ce que c'est bien nécessaire selon vous? Oui, oui, c'est bien nécessaire. Ook wordt het rechtstreekse contact tussen werknemer en pakje zo beperkt mogelijk gehouden. U heeft hier juist een aantal containers zien voorbijrijden. Dat zijn pakjes die door niemand aangeraakt zijn van het ogenblik dat ze uit de vrachtwagen geladen werden tot het ogenblik dat ze in dergelijke containers met een rechtstreekse bestemming gesorteerd geweest zijn. Dus uiteindelijk, van zodra dat het pakje bij ons binnen is, in de meeste gevallen, is de volgende persoon die het pakje aanraakt de persoon die het pakje ook bij u thuis gaat brengen. De meeste pakjes komen echt wel terecht waar ze moeten terechtkomen. Maar mensen die ja, van slechte wil zijn en de mogelijkheid zien om iets te verdonkeren manen, jammer genoeg gebeurt het. Nu, de verdwenen pakjes zijn bij de Ombudsdienst voor Post- en Pakjesbedrijven in ons land al jaren klacht nummer 1. Vorig jaar hebben ze meer dan 3106 onderzoeken over pakjes uitgevoerd bij meerdere postbedrijven. En 876 daarvan gingen over verdwenen pakjes. En dat is volgens de Ombudsdienst nog maar een tip van de ijsberg. Een pakje dat niet aankomt, u hebt het misschien ook al meegemaakt. En u bent niet de enige. Ik had een iPad besteld en die ging geleverd worden door Bpost. Een week later kreeg ik nog steeds dat die sorteercentrum niet verder is geraakt dan daar. Dus ik dacht, ja, een iPad, dat is toch wel, allee, dat is geen boek van 20 euro. Ik ga het toch wel een keer voorbellen. En dan was het effectief, ja, we vinden het niet meer terug in het sorteercentrum. Dus het pakje is verdwenen. Ik vroeg mij ook af, hoe kan dat? Of is dat van de camion gevallen? Of is dat, ja, is er iemand een iPad rijker geworden? Bpost stuurt Ewout door naar de leverancier, die hem uiteindelijk een nieuwe iPad stuurt en zelfs een waardebon voor het ongemak. Klantvriendelijkheid die ontbreekt bij Bpost. En dat horen we nog. We hebben eigenlijk al heel veel dingen meegemaakt met Bpost. Dus vaak post die dan niet geleverd wordt, maar dus ook pakjes. Onlangs nog een pakje besteld, een cadeautje voor mijn schoonzus. Daar zaten sportschoenen in. Je kan het dan zo mooi volgen via de track and trace. En uiteindelijk krijg je dan zo'n berichtje van je pakketje is geleverd. Alleen is dat pakketje dan niet geleverd en is dat pakketje ook nergens niet terug te vinden. We hebben heel vaak dat we berichtjes zien in de WhatsApp-groep van de buren van kijk, er is een pakketje geleverd, heeft iemand dat gevonden en die pakketjes zijn eigenlijk nooit geleverd. En dus passen consumenten hun gedrag aan. Soms kan je zo kiezen als je een pakketje bestelt van ah, ik wil het laten leveren door die of die. En nu ga ik toch wel sneller een PostNL aanduiden in de plaats van Bpost.
De Brusselse netheidsdiensten trekken aan de alarmbel. Want de bussen met lachgas, die als drug gebruikt worden, zijn stilaan een plaag. Ze ontploffen in de verbrandingsovens en veroorzaken pannes. Brussel haalde dit jaar al 35 ton aan bussen lachgas op. De netheidsdiensten proberen steeds meer bussen uit de afvalstroom te halen voor ze de verbrandingsovens ingaan, maar dat is een titanenwerk. Op straat zie je ze soms in Brussel, de flessen met lachgas. Maar de gemeentes zitten met de handen in het haar. Schaarbeek bijvoorbeeld haalt dagelijks 50 van die bussen op in parken, straten of vuilnisbakken. In de gemeentelijke opslagplaats liggen duizenden flessen te wachten op transport en vernietiging. On voit pas comme ça, mais donc c'est plusieurs milliers de bonbonnes et qui nous coûtent plusieurs milliers d'euros. Là, on en a pour une trentaine de milliers d'euros. C'est beaucoup d'argent. C'est effectivement c'est le deuxième conteneur de l'année, donc on est déjà à 60 000 euros. Lachgas kost geld, ook in de verbrandingsoven van Neder-Overheenbeek, want hier belanden heel wat bussen in de hete ovens. Dat is een bonbon die ontploft in een oven. Zware stalen bussen met gas die ontploffen geven vaak schade. Al 20 keer dit jaar was er een panne na een ontplofte lachgasfles. Normaal stoppen wij vanaf het begin van het jaar tot nu toe een 6-8 keer per jaar. Nu we zijn aan 30 keer per jaar. Een herstelling kost telkens ongeveer 160.000 euro. Het is niet te doen. En de mensen hebben geen leven meer. We zijn constant bezig aan herstellen. De diensten proberen zoveel mogelijk te vermijden dat lachgasflessen in de oven terechtkomen. Van sommige risicowijken wordt het afval zelfs manueel onderzocht. Er worden zakken opengescheurd, af en toe een fles eruit gehaald. C'est un vrai travail de titan. Évidemment, nous ne pouvons pas nous permettre de ne pas le faire. Chaque jour ici à Bruxelles, c'est 1500 tonnes de déchets qui sont brûlés par nos trois fours. Nous avons besoin de chacun de nos fours tout au long des semaines. Ook Schaarbeek moet het afval uit openbare vuilnisbakken eerst onderzoeken voor het naar de oven gaat. En dat kost een handenvol geld. Meer dan een derde van het volledige gemeentelijke budget voor afvalverwerking is dit jaar al naar de gevolgen van lachgas gegaan. Ja, de burgemeester van Volos in Griekenland was dat. Hij probeert tevergeefs zijn inwoners te overtuigen om het veilig te houden. Want na een zomer vol bosbranden heeft Griekenland nu af te rekenen, of krijgt het nu af te rekenen met erg hevige regenval. Vooral de streek rond Volos kreeg vandaag enorme hoeveelheden water over zich heen, met hevige overstromingen tot gevolg. Eén man kwam daarbij al om het leven. Ήδη αυτοκίνητα έχουν μπει στη θάλασσα. Ζητάμε άμεση βοήθεια από τον Άι Γιάννη Πηλίου. Το πρωί στις 7 η ώρα καλούμε το 112, την πυροσβεστική, το Δήμο, την Ομαρχία, δεν υπάρχει κανένας. In Griekenland spreekt men over een ramp van bijbelse proporties. In de regio rond de stad Volos vallen sinds vanmorgen enorme hoeveelheden regen uit de hemel. Op sommige plekken zou er al meer dan 500 mm water gevallen zijn. Meer dan de helft van wat er in België in één jaar tijd valt. De lokale overheden hebben iedereen opgedragen om thuis te blijven, al gaven velen daar geen gehoor aan. Θα πλημμυρίσει όλη η πόλη και δεν μπορούμε να βγούμε έξω, βοηθήσουμε. Κοιτάξτε τι γίνεται. Κοιτάξτε τι ροή που έχει φτάσει το νερό. Een man kwam om het leven toen hij onder een instortende muur terecht kwam. Een andere persoon die werd meegesleurd door het water is nog steeds vermist. Een Vlaming die op reis is in de regio toont de schade die al is aangericht. Hier achter mij is er een baan volledig verzwolgen door het water die naar beneden is gekomen. Je ziet ook een wagen aan de overkant tussen de bomen die mee is gesleurd geweest. Er zijn geen wegen meer. Wij zitten hier momenteel een beetje vast, maar dat komt wel goed. Al is de ellende nog niet onmiddellijk voorbij. Het zal nog tot donderdag blijven regenen. Ja, inderdaad, u hoorde het. Ellende is nog niet voorbij. Integendeel, de situatie is nog veel erger geworden. En dat blijkt ook uit de volgende beelden die de Vlaming, die u in de reportage zag, ons net nog doorstuurde. Dit is de plek waar ik daarnet stond. Dat is nu terug weer de regen.
die wagen die geklemd zat aan de overkant, die is dus volledig weg. Alle bomen zijn weggespoeld. Dus dat klein stroompje van de net, dat is één grote kolkende massa die ongelooflijk gevaarlijk is. Die huizen ook volledig ondermijnt. Hier zie je ook bomen voorbij drijven. Dit is echt zeer extreem. Het noodweer in Griekenland is een gevolg van de opwarming van de aarde. Want de straalstroom die zorgt voor de opvolging van verschillende weertypes gaat nu trager. En daardoor krijg je blokkades van het weer. Bij ons betekent dat een langere periode van mooi weer. In Griekenland net niet. We hebben een omega-blokkade, zo noemen we dat. Dus wij zitten hier onder dat hoge drukgebied. We hebben een depressie hier boven de Atlantische Oceaan en ook in de buurt van Griekenland. En dat zit min of meer allemaal geblokkeerd. Dus de neerslag die samenhangt met dat lage drukgebied blijft daar ter plaatse hangen de komende 48 uren. En daar zit veel neerslag in. Dat komt ook omdat het zeewater van de Middellandse Zee is warm, warmer dan gemiddeld zelfs. En warme lucht kan meer vocht bevatten. Dat betekent ook dat de wolken die ontstaan, dat daar ook meer neerslag in zit. En dat maakt dat sommige weermodellen gemakkelijk 500 tot 700 liter water per vierkante meter geven voor de komende 48 uren. Je kunt het een beetje vergelijken met wat we in Pip en Stijr gehad hebben, die waterbommen. Maar met dat verschil dat je hier dus ook nog zit met dat warme zeewater van de Middellandse Zee. En ook in Spanje viel het water al met bakken uit de lucht. 3 mensen zijn nog altijd vermist na de verwoestende overstromingen daar op zondag en maandag. Een vrouw en een man worden nog gezocht in de provincie Toledo en een andere man in de regio Madrid. Alle 3 werden ze met de modderstroom meegesleurd. Noodweer in Spanje kostte ook al minstens 3 mensen het leven. En ook de treinverbinding tussen Madrid en Toledo is onderbroken. De getroffen gemeentes willen dat ze door de regering als rampgebied worden erkend. En bij ons kleurden de weerkaarten ook de komende dagen dan weer bloedrood. Want door het bijzonder warme weer dat er nog aankomt, is nu de waarschuwingsfase van het federale ozon- en hitteplan en ook die van het Vlaams warmteactieplan geactiveerd. Vandaag gaf het kwik al 31 graden aan en ook de komende dagen gaan de temperaturen telkens richting 30 graden. Omdat de hitte vooral voor baby's en ouderen gevaarlijk kan zijn, is het hitteplan nu dus gestart. Het Vlaamse Agentschap Zorg en Gezondheid roept iedereen op om zorg te dragen voor jezelf en ook voor anderen. En op de site warmedagen.be, daar kan u terecht voor tips en advies. Bij heel warm weer is het aan te bevelen om voldoende te drinken, voldoende water te drinken, het lichaam gehydrateerd te houden. Als je naar buiten gaat, natuurlijk de nodige zonnewering dragen, een hoed, je goed insmeren. En waar we altijd nadruk op leggen, is om ook voldoende aandacht te hebben voor de oudere mensen onder ons en jonge kinderen, want zij vergeten soms om voldoende te drinken. De zomerse temperaturen hebben wel veel volk naar het strand gelokt. Op het strand van Oostende bijvoorbeeld was het gezellig druk vanmiddag. Maar wie er iets wilde drinken in een van de strandbars, wel, die keek mogelijk vreemd op, want die zijn gesloten en worden op dit moment zelfs volop afgebroken. In Oostende mogen de bars maar 120 dagen per jaar op het strand staan en die periode zit er helaas op. In de andere kustgemeenten zijn de strandbars wel nog open. Het is gezellig druk op het strand van Oostende. Veel jongeren zijn naar zee getrokken om nog een ontspannen dag aan de zomer te breien. Een zonnige eindspurt voor het academiejaar weer begint of voor wie nog een dagje vrij heeft. Naar het strand gaan, wat spelen met de mannen, genieten, en gaan drinken, wat zeveren, wat leggen. En s'avonds terug op het strand, wat chillen. Hè. Maar chillen in een strandbar zit er in Oostende niet meer in, want de sloop van die bars is volop aan de gang. De stad heeft ervoor geopteerd om hier 4 evenementen neer te plaatsen. Dus 4 beachbars die op het centrumstrand staan van Oostende, die dan ook een grootte hebben van 600 vierkante meter. En de andere kustgemeentes zijn kleinere beachbars, kleinere strandbars. Het is een keuze die gemaakt moet worden. In Oostende gingen de strandbars in mei open. 4 maanden later moeten ze dicht. In de andere kustgemeentes mogen ze maximaal tot half oktober open blijven. Met een nazomer zoals deze is het sneu dat ze in Oostende niet langer mogen blijven staan. Jammer dat het gedaan is, maar natuurlijk is ergens ook wel, we hebben nog geen vakantie gehad en geen zomer gehad. Dus nu is het voor ons tijd om te zomeren. C'est dommage que ouais qui ferme ici les bars, c'est dommage. Oui, c'est mieux, ça fait plus festival, plus
On sent mieux, quoi. Ça fait plus chaleureux. En wat vind je ervan dat de beachbar weg is? Oh, misschien wel jammer, maar allee, het is niet dat we echt zo iets hadden van oh nee, nu kunnen we niet iets gaan drinken op strand. Ja, ik mis het niet echt eigenlijk. Ik vind dit wel oké hier in de put. En we gaan ook nog naar het Donkmeer in Berlaren, waar het Vlaams Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek gestart is met een vistelling. Waarom ze dat doen en wat het oplevert, wel, dat hoort u straks. Eerst hebben we het over melk. Die wordt in Vlaanderen met een kleine ecologische voetafdruk geproduceerd. Ja, koeien hebben een grote impact op het klimaat, onder meer door het methaan dat ze produceren bij de vertering. Dat methaan is een krachtig broeikasgas dat bijdraagt tot de klimaatopwarming. Nu, uit een studie van het Instituut voor Landbouw, Visserij en Voedselonderzoek bij 150 melkveehouders blijkt dat Vlaamse boeren de klimaatvriendelijkste melkproducenten ter wereld zijn. Niels en Kathleen hebben een 100-tal melkkoeien die samen elk jaar ruim 950.000 liter melk produceren. Ze investeren voortdurend in hun bedrijf om de impact op het milieu en het klimaat zo klein mogelijk te houden. Wat ze eerst vooral vanuit overtuiging deden, wordt nu bevestigd door de resultaten van de klimaatscan die ze lieten uitvoeren. Ik kan het vergelijken met een foto van het bedrijf, waarop je dan kan zien wat de totale uitstoot aan broeikasgassen is op het bedrijf. En dan vooral ook waar, met welke activiteiten op het bedrijf die broeikasgasemissies samenhangen. Waar zijn die het hoogst? Dus waar kan de boer het best op inzetten om die naar beneden te krijgen? Zo wordt de samenstelling van het veevoeder onder de loep genomen, want die is erg bepalend voor de methaanuitstoot. Eigenlijk moet je onze koeien zien als topsporters. En ook bij topsporters is de voeding heel belangrijk. Eigenlijk wordt individueel per koe rantsoen opgemaakt. Die tweedelig is. Enerzijds heel veel ruwvoer, dus maïs, gras, voederbieten. En dan anderzijds wordt er individueel bijgestuurd naar krachtvoer en extra eiwit voor de toppresterende dieren. Deze mestschuif verzamelt voortdurend de verse koeienmest op de stalvloer. Die gaat naar een pocketvergister waarin de mest verwerkt wordt. Zo wordt de uitstoot beperkt. Het belangrijkste element daarin is de mest zo snel mogelijk in die reactor krijgen. Want mest die niet in de open lucht staat, die staat niet te verdampen, heeft geen schadelijke gassen vrij. Dus hoe sneller dat we die in de reactor krijgen, hoe meer methaan dat wij kunnen opvangen, die niet in het milieu terechtkomt en die wij kunnen benutten om elektriciteit mee te maken. Ook al zijn de Vlaamse melkveehouders bij de beste ter wereld, het kan nog altijd beter met specifieke maatregelen. Dan een opvallend onderzoek, want patiënten die door een vrouwelijke chirurg geopereerd worden, hebben iets minder kans op complicaties achteraf. Dat blijkt uit grootschalige Canadese en Zweedse studies. In Canada waren er complicaties in 25% van de ingrepen door een mannelijke chirurg. Bij een operatie door een vrouw was dat 21%. Mogelijk zijn vrouwen dus iets voorzichtiger aan de operatietafel. Professor Van Herzelen maakt zich klaar voor een operatie in het UZ Gent. En ze is lang niet de enige vrouw rond de operatietafel. Op onze dienst thorax- en vaatheelkunde hebben we eigenlijk 7 vrouwen en 3 mannen. Dus we hebben wel een vervrouwelijking van het beroep bij ons op de dienst, dat klopt. Geen 2 operaties zijn dezelfde en ook tussen patiënten is er veel verschil. En toch, vrouwelijke chirurgen halen betere resultaten, blijkt uit onderzoek. Je kan natuurlijk louter naar het technische kijken van hoe gaat de operatie. Daar zit waarschijnlijk niet zoveel verschil en daar hebben we weinig gegevens over. Vrouwen zijn ietsje trager, misschien dan ook iets secuurder, dat ze inderdaad iets zekerder zijn en minder risico's gaan nemen. De andere reden kan zijn, hoe communiceer je met je team? Met je verpleegkundige, met de anesthesioloog, dat is een persoon die je in slaap doet, maar ook vooraf met de patiënt. Hoe beter je de patiënt kan informeren, ja, hoe beter de patiënt ook weet wat er van hem of haar inderdaad te verwachten is. Het allerbelangrijkste is dat jij, hè? Je moet eerst genezen. Dat moet allemaal in orde zijn. Dat is ook wat jij zelf, wat je familie. En... Ook in het operatiekwartier komt er stilaan meer diversiteit. Het prototype van de iets grijzere, oudere, mannelijke chirurg overheerst niet langer. Het is er nog. Sommige patiënten verwachten dat. Maar meer en meer ga je diverse personen inderdaad tegenkomen. De grijze man, de jonge vrouw, iemand van een andere cultuur. Maakt niet uit. Diversiteit is denk ik een sterkte om onze patiënten eigenlijk goed te gaan behandelen, zolang het klikt met die patiënt.
some children will be moved to another part of the building. Some of the buildings will be propped up, so the roofs will be propped up. Some of them will be having temporary classrooms. Ja, de situatie in sommige scholen in het Verenigd Koninkrijk is erbarmelijk. Meer dan 100 scholen moeten bij het begin van het schooljaar zelfs volledig of gedeeltelijk dicht blijven, omdat ze te onveilig zijn. Ze zijn gebouwd met goedkoop beton dat niet tijdig vervangen is. De Britse regering wel, die krijgt daar veel kritiek voor. Main corridor, which is now our staff room, because this is a safe area. So all rooms off it, though, have got rack ceilings. Niemand mag nog in een aantal lokalen van de Parks Lagere School in Leicester. Het plafond kan naar beneden komen. Het type beton dat van de jaren 50 tot de jaren 80 veel gebruikt werd, is licht en goedkoop, maar intussen helemaal verouderd, zwak en onveilig. It could be very dangerous because they could fail without any warning. However, when you consider how many schools have rack concrete in it, we've only had one failure. Maar risico's wil niemand nemen. En dus besliste de Britse regering vorige week plots om meer dan 100 scholen volledig of gedeeltelijk te sluiten. Dat leidt tot kritische vragen. De minister van Onderwijs laat na een stekelig interview haar frustraties de vrije loop. Does anyone ever say, you know what, you've done a f***ing good job because everyone else has sat on their ass and done nothing? No signs of that, no? De minister heeft later haar excuses gemaakt. De politiek heeft het probleem veel te lang laten aanslepen en al jaren te weinig geld gepompt in scholen, luidt de kritiek. Premier Sunak probeert te sussen. There are around 22,000 schools in England, and the important thing to know is we expect that 95% of those schools won't be impacted by this. Around 50 schools have already been mitigated. Another 100 are in the process of being so. Eerst zien en dan geloven, vindt de schooldirectrice in Leicester. No concrete. I'll be testing. In fact, I might even stand on the playground and just check what is that that's going in. Yeah, definitely no concrete will be going in, or no rack concrete. In de onderwijssector in ons land blijft het voorstel van minister van Onderwijs Weitz om met zogenoemde leraarspecialisten te werken op kritiek botsen, zeker ook bij de leerkrachten zelf. De minister wil ervaren leerkrachten uit het basis- en secundair onderwijs belonen met extra loon. Maar de manier waarop dat gebeurt leidt tot discussie. En uit protest verdeelt de Christelijke Onderwijsvakbond nu buttons onder de leraren. Opvallend veel buttons in de lerarenkamer van het Heilig Hart College in Heist op den Berg. Hier zien ze het plan van minister Weitz om van sommige leerkrachten specialisten te maken niet zitten. Ik denk dat het wel heel snel duidelijk is dat iedereen het erover eens is. Zonder criteria de ene persoon meer loon geven dan de andere is echt geen goed idee. Ik denk dat het heel belangrijk is, wanneer je dan toch praat over een mogelijke loonsverhoging, dat die loonsverhoging er moet zijn voor iedereen. Nu zijn het alleen maar mensen die al 10 jaar werkzaam zijn in het onderwijs die in aanmerking komen voor die loonsverhoging. Het zou ook al maar gaan over een periode van 3 jaar. Dus op een duur verdwijnt dat opnieuw. Dus het is een beetje absurd. Dus je moet de begrippen kennen, niet om ze letterlijk te kunnen geven op een toets. Het zouden de schoolbesturen zijn die bepalen welke leerkrachten meer loon krijgen. De Christelijke Vakbond vreest voor willekeur. De willekeur zit hem in het feit dat de schoolbesturen vrij zijn om te kiezen wie dat die uren toebedeeld krijgt. Wij wensen dat het leraren zijn die voor hun specialisme worden erkend en die allemaal ook kans moeten krijgen om die bonus te verdienen. Hier in het Heilig Hart College gaan ze niet mee in het systeem. Er is echt wel vanuit het schoolbestuur beslist om daar nog niet mee te starten. En dat echt nog wel beter af te toetsen bij de personeelsleden, bij iedereen op de werkvloer, wat dat zou kunnen betekenen. Dus waarom? Voorlopig gaan we dat nog niet. Omdat eigenlijk, we zijn ervan overtuigd dat eigenlijk iedereen een specialist is. Dus elke leerkracht voor ons echt wel, die doet ertoe. Ik denk dat dat heel goed is dat wij die 8% weigeren. Anders ga je automatisch verzanden in een verdeel- en heersmechanisme. En er is nog niemand beter van geworden, denk ik. Iets anders dan. Het is al 5 jaar geleden dat de eeuwherdenkingen van de Eerste Wereldoorlog eindigden. Maar de belangrijke oorlogssites in ons land die blijven aandacht krijgen. Zo heeft een Brits loopgravenstelsel bij Ieper, dat uniek is in de regio, een grondige en ook noodzakelijke opknapbeurt gekregen. Waar nu een industriezone ligt, was er meer dan 100 jaar geleden oorlog. Eén plekje wat verloren tussen de bedrijven herinnert daaraan. Dit is Yorkshire Trench and Dugout. Met een ondiepe loopgraaf uit 1915 en een veel robuuster exemplaar uit 1917. Een unieke plek die op de lijstjes van heel wat oorlogstoeristen staat.
De publieke belangstelling blijft zeer groot. Maar ook omwille van inhoudelijke archeologische redenen is het belangrijk dat we dit bewaren, ook naar de toekomst toe. Want op het moment dat iets niet meer zichtbaar is, wordt het veel sneller vergeten. Onder de loopgraven ligt een militair hoofdkwartier uit 1917 dat al meer dan 100 jaar vol water staat en alleen voor onderzoek jaren geleden tijdelijk is leeggepompt. Maar een ingang die uitkomt in de loopgraaf was ingestort en is nu hersteld. Hier hebben we nog eens een dugout, een ondergrondse ruimte, goede 12 meter onder de grond. Nu kun je er niet meer in, nu staat die ruimte volledig terug vol met water. Afdalen kan dus niet, maar met de herstellingen is ook een nieuwe manier uitgewerkt om je in te leven. Dave heeft een tekening gemaakt en ik hoop dat je het een klein beetje kan zien. De gang dat je hier ziet, waar die meneer hier naar beneden wandelt, dat is daar. Zie je? Gidsen gaan aan de slag met cartoons om jonge bezoekers te begeesteren. En ook volwassen bezoekers kunnen die bekijken. En het zijn niet zomaar tekeningetjes. Although it's a cartoon style, which we hope will broaden the appeal and maybe get some people to look at it who might not look at it otherwise and to learn from it. It also has a serious side to it. It needs to be accurate. Archaeologically and in terms of all of the items included. Het project heeft tot nu toe een kleine €60.000 gekost. Die komen van subsidies, maar ook van crowdfunding bij ons en in Groot-Brittannië. Voor een volgende fase van de restauratie wordt nog eens €100.000 gezocht. Dag Catherine, je zei het vanmiddag al. Het was een belangrijke dag in de ronde van Spanje met de tijdrit. En iedereen die keek in de richting van Remco Evenepoel. In zijn mooie regenboogtrui, inderdaad. In zijn eerste tijdrit als wereldkampioen in de discipline is Remco Evenepoel op de tweede plaats geëindigd. De zege moest hij aan de Italiaan Filippo Ganna laten. Maar Evenepoel deelde wel een tik uit aan zijn concurrenten voor de eindoverwinning. Hij was 20 seconden sneller dan Primoz Roglic en hij deed ruim een minuut beter dan Jonas Vingegaard. Sepp Kuss blijft leider. Het parcours in Valladolid was bijna 26 kilometer lang en overwegend vlak. Het was een omloop voor de echte specialisten. Als wereldkampioen Remco Evenepoel aan zijn tijdrit begint, weet hij dat het een heel zware opdracht wordt om te winnen. Want de Italiaanse werelduurrecordhouder Filippo Ganna raast als een wervelwind door de straten van Valladolid. Lange tijd prijkt hij op kop van het dagklassement met een voorsprong van meer dan een minuut over een afstand van iets minder dan 26 kilometer. Ook toerwinnaar Jonas Vingegaard komt niet in zijn buurt. Deze vlakke tijdrit is heel andere koek dan de klimtijdrit in de Tour. Primoz Roglic, zijn mede-kopman bij Jumbo-Visma, doet het een pak beter. Maar Ganna blijft op zijn troon. In het eerste deel van de tijdrit houdt Evenepoel gelijke tred met Roglic. Maar ook voor hem is Ganna ongenaakbaar. En de leiderstrui blijft ook nog uit het zicht voor Evenepoel. Want Sepp Kuss rijdt een meer dan degelijke tijdrit. Voor Evenepoel is het positieve nieuws dat hij uitloopt op zijn naaste concurrenten voor de eindzegen. Hele sterke finish van Remco Evenepoel, die er uiteindelijk op 16 seconden strandt van een ontketende werelduurrecordhouder. Evenepoel heeft zich vandaag wel verslikt in Ganna. Ganna verslikt zich alleen in de Spaanse cava. Sepp Kuss blijft in de rode leiderstrui. Hij reed een goede tijdrit en blijft in het rood. Sepp Kuss. Remco Evenepoel is naar de derde plaats opgeklommen op 1 minuut en 9 van Kuss. Evenepoel heeft na vandaag 27 seconden voorsprong op Primoz Roglic en 1 minuut 13 op Jonas Vingegaard. Christophe van der Goor. Evenepoel doet dus een goede zaak voor het klassement. En dat is toch het belangrijkste. Anderzijds was hij tweede, achter Ganna. Die tweede plaats. Is hij daarvan geschrokken? Wel, het is alleszins, Catherine, een pleister op de wonden dat hij verslagen wordt door Ganna en niet door Roglic. Laat ons eerlijk zijn, Filippo Ganna, echt een gepatenteerd hardrijder, werelduurrecordhouder. En laat ons niet vergeten, de voorbije week toch veel minder energie moeten verbruiken dan Remco Evenepoel. Nee, ik denk, mocht hij geklopt zijn door Roglic, dan was zijn moreel feller aangetast. Anderzijds had hij gisteren toch duidelijk gezegd dat hij een halve minuut wou pakken op Roglic en co. Dat is niet helemaal gelukt, toch niet ten opzichte van Roglic, van wie wij denken dat het
het zijn grootste concurrent gaat worden. Maar zoals je helemaal terecht opmerkt, van alle klassementsmannen doet hij de beste zaak. En dat blijft nog altijd het belangrijkste natuurlijk. Hè. Anderzijds, ik wil nog heel kort even aanstippen, die Sepp Kuss blijft toch maar mooi leider. Had hij zelf niet verwacht, concurrentie misschien ook niet. En toch al bijna 2,5 minuut voorsprong ten opzichte van Jonas Vingegaard. Dus misschien verandert dat wel de verhoudingen binnen Jumbo-Visma voor de komende dagen. Maar dat is voor het weekend. We gaan eerst eens kijken en luisteren naar een reactie van Remco Evenepoel. Het is dubbel, ik had niet mijn beste dag na... Na een minuut of 10 had ik even een moeilijk moment en daar heb ik denk ik mijn tijd niet verloren. Daarna hou ik wel min of meer gelijke trend met Ghana, maar en loop ik uit op de rest. Maar niet mijn beste dag, dus ja, ik denk dat ik gewoon tevreden moet zijn. Heb je een verklaring voor dat moeilijke moment na 10 minuten? Wat voelde je dan? Maar het is ook al 9 dagen echt hard koersen geweest. Ghana heeft zich 9 dagen een soort van kunnen sparen, dus... Moest ik dezelfde manier van koersen kunnen hebben, had ik misschien kunnen winnen, maar daar ga ik het nu niet op steken. Het is gewoon, gewoon hierop verder bouwen. En, het is geen leugen dat ik graag had gewonnen vandaag, maar ja, ik moet ermee leven. En, Ghana was gewoon sterker en als ik van iemand wil verliezen, is het van hem wel. Voorlopig wel de beste kaart van de klassementsmannen. Hè? Ja, dat is goed. Hè. Ik denk, wat is het, een kleine half minuut op Rogic nu, een minuut nog iets op Vingegaard. Dus dat is al een mooie voorsprong, maar er komt nog veel af, dus het gaat nog spannend worden. De Rode Duivels hebben vanmorgen voor de tweede keer getraind in de voorbereiding op de EK-kwalificatiematchen in Azerbeidzjan en tegen Estland. Sterkhouders Kevin De Bruyne en Thibaut Courtois zijn er niet bij door blessures. En dus wordt er al maar meer naar de nieuwe generatie gekeken om onze Duivels tot op het EK te brengen. Voor de leidersrol wordt vaak de naam genoemd van Amadou Onana, de fysiek sterke middenvelder van Everton. Bondscoach Domenico Tedesco heeft 19 duivels ter beschikking voor de training in Tubeke. Vertongen, De Bast, Theat en Openda blijven uit voorzorg binnen. Amadou Onana miste de laatste interlands, maar is weer helemaal fit. Hij maakte al indruk bij de duivels en zou een van de nieuwe leiders kunnen worden. Vous vous rendez compte que vous êtes déjà un élément important de cette équipe? Élément important, j'ai l'impression oui, parce que vous êtes l'une des 10 personnes à l'avoir dit aujourd'hui. Donc oui, mais ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir de revenir en équipe nationale et de porter ce maillot-là, ces couleurs-là. Onana werd de voorbije transferperiode gelinkt aan roemrijke clubs als Chelsea en Manchester United. Maar tot een vertrek bij Everton kwam het niet. Pour moi, le football, c'est une question de timing, comme je l'ai dit. Il faut savoir quand accélérer, quand ralentir, quand être patient, quand le feeling n'y est pas. Tedesco heeft één nieuwkomer opgeroepen. Hugo Siquet, 21 jaar en rechtervleugelverdediger bij Cercle Brugge. Ik weet dat ik apporter voilà, beaucoup offensivement dans la construction aussi et dans la partie défensive aussi, j'ai beaucoup progressé. Donc faut que je me tienne prêt chaque minute que je pourrai jouer, je me donnerai à fond et j'essaierai de me montrer un maximum. Koen Kasteels wordt waarschijnlijk de vervanger van de geblesseerde Thibaut Courtois. Het is afwachten of we Courtois, die in conflict ligt met de bondscoach, nog terugzien bij de Duivels. Tedesco heeft de spelers alvast geen extra duidelijkheid gegeven. Is que l'entraîneur a dit quelque chose sur l'absence de Thibaut Courtois? Non, il m'a pas parlé de ça. Non. J'en ai aucune idée, moi. Faudra lui demander. J'en ai vraiment aucune idée. Eén Rode Duivel sloot pas vanmiddag bij de selectie aan, Yannick Carrasco. Hij was gisteren nog in Saoedi-Arabië om een lucratief contract te ondertekenen. De transfer is rond. Carrasco verlaat Atletico Madrid en trekt naar Al-Shabaab voor 3 seizoenen. Carrasco is 30. Hij volgt met zijn overstap heel wat andere voetballers. Sterren als Cristiano Ronaldo, Karim Benzema en Neymar. Ze spelen sinds deze zomer allemaal in de Saudi Pro League. Op het EK 3x3 basketbal heeft België zijn openingsmatch probleemloos gewonnen. De Lions versloegen Cyprus, de laagst geclasseerde ploeg van het toernooi, met 22-3. De Belgen zijn nu al zeker van een plaats in de kwartfinales. Zo dadelijk spelen ze in Israël voor de groepswinst in hun tweede en laatste poelenwedstrijd tegen Letland.
Op het EK volleybal in Italië spelen de Red Dragons op dit moment hun vierde groepswedstrijd. Ze moeten winnen tegen Estland om nog kans te maken op een plaats in de achtste finales. De Belgische mannen staan 2-1 voor in sets. Het volleybal is live te zien op VRT Canvas. Nu vrijdag is er de grootste atletiekmeeting van ons land. De Memorial van Damme in een opgesmukt Koning Boudewijnstadion. Vandaag was het al een beetje feest op de Heijsel, want de nieuwe piste is al voorgesteld. De Jamaicaan Asafa Powell, ex-wereldrecordhouder op de 100 meter, was daarbij. Powell liep 9 keer op de Memorial. Hij won er 5 keer. Hij is dus de geschikte man om het lintje door te knippen. De piste heeft een 3,5 miljoen euro gekost en is supersnel. Dat belooft voor vrijdag. Meetingdirecteur Kim Gevaert is blij wanneer ze het vernieuwde stadion ziet. Ja, absoluut. Ligt een nieuwe piste. Het gras is ook helemaal nieuw. De lucht is blauw. Dus absoluut. En de stoeltjes zijn ook helemaal nieuw. Dus ik vind dat het er heel goed uitziet. 50.000 nieuwe zitjes, maar vooral een nieuwe piste was broodnodig om een meeting van wereldniveau te kunnen blijven organiseren. Die nieuwe piste was hier heel erg belangrijk, bijna op een leven of dood eigenlijk. Ja, de vorige piste lag hier 12, 13 jaar. Zo'n mondo-piste heeft eigenlijk een levensduur van een goede 10 jaar. Dus was echt wel, die was echt wel op zijn einde. De nieuwe piste maakt gebruik van de nieuwste technologie en is heel snel. Gevaert hoopt daarom ook op een toptijd van Sherika Jackson, de wereldkampioen op de 200 meter in Budapest. Gezien toen Sherika die 200 meter liep en daar 21-41 neerzette, eigenlijk op 700ste van dat mythisch wereldrecord van Florence Griffith. En onmiddellijk dacht ik van, oh, die komt in Brussel met onze goede piste, dat zal wel spannend worden. Ze zal in elk geval wat Jamaicaansachtig weer hebben op vrijdag, dus dat zal haar wel helpen. Maar nee, we kijken er zeker naar uit, ja. En het zal allemaal te zien zijn bij Sportza. En vanavond is er dus volleybal op VRT Canvas. Oké. Dankjewel, Catherine. Ik had het u nog beloofd. Vissen tellen in Vlaamse beken, rivieren en meren. Dat is de taak waar het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek mee bezig is. Europa wil dan ook weten welke vissen er leven in alle grote waterplassen in Vlaanderen. Want dat zegt veel over de kwaliteit van het water. Deze week is het de beurt aan het Donkmeer in Berlaren. Vier dagen lang vissen ze hier op het Donkmeer in Berlaren. Het is een van de 450 beken, rivieren en meren in Vlaanderen waar ze dit jaar het visbestand meten. Hier in het Donkmeer is het al 15 jaar geleden dat de vissen nog eens geteld werden. De visstand in kaart brengen, dat betekent ook dat we de waterkwaliteit hier kennen van het Donkmeer. Wat dat heel belangrijk is, want de kaderrichtlijn water in Europa stelt dat alle waterlopen in een goede kwaliteit moeten zijn. En we kunnen dat alleen maar weten als we de visstand kennen. De vissers werken met fuiken die worden uitgezet en twee dagen later weer worden bovengehaald. En ook via elektrovisserij. Er wordt een veld gecreëerd dat de vis verdooft. En dat de vis dan verdoofd is, kunnen de vis opscheppen en kunnen wij die meten en wegen aan de kant. Na het vangen wordt elke vis nauwkeurig gemeten en gewogen. Altijd blank kleuren. Ja. 16,5. In totaal leven er zo'n 60-tal soorten in onze Vlaamse wateren. En dat is heel wat meer dan zo'n 30 jaar geleden, toen de telling begon. Onze inventarisatie is begonnen in de jaren 90. Dan moeten we wel zeggen dat meer dan de helft van de plaatsen eigenlijk geen vis had. In de jaren 2000 is men water beginnen te zuiveren. En dan hebben we echt wel die vissen zien weerkeren. Het is alsmaar beter gegaan tot ongeveer 2012. Dan is het wat blijven stagneren. En op dit moment hebben we een nieuwe boost nodig voor nog een keer de waterzuivering. Er is nog een probleem van overstorten. Als we dat zien opgelost te krijgen, dan denk ik wel dat in de volgende 6 jaar het de goede weg kan opgaan. Ja, laten we het hopen. Op dit moment presenteert nieuwsanker Danny Verstraeten zijn allerlaatste nieuwsuitzending bij de collega's van VTM Nieuws. En daarna gaat hij met pensioen. Wij stuurden ons jongste journaalanker naar de VTM-redactie met een bos bloemen en felicitaties. Dank je wel. Van de collega's bij het journaal. Mag ik je knuffelen of kussen? Of? Ja. Voilà. Het zijn er drie, hè? Voilà.
Danny Verstraeten neemt afscheid van het scherm na een carrière van maar liefst 35 jaar op de VTM Nieuwsdienst. Hij begon ooit hier, bij VRT, maar vanaf het prille begin van VTM in februari 1989 was hij een vaste waarde bij de commerciële omroep. Degelijkheid en een onkreukbaar kapsel. Ja, ze zijn onlosmakelijk verbonden met Danny Verstraeten. Hij heeft een mooi parcours afgelegd waar hij terecht trots op terugblikt. Ik beschouw dat samen met andere collega's toch een beetje als mijn baby ook. Hè. 35 jaar dat helpen opgroeien. En ik denk de grootste prestatie van ons is dat we erin geslaagd zijn om naast die vaste waarde van de openbare omroep toch een eigen geloofwaardige nieuwsdienst uit te bouwen. Dat wij ook een vaste waarde geworden zijn op informatievlak in Vlaanderen. Ik denk dat dat een grote verdienste is. Het plasincident tijdens het verjaardagsfeest van minister van Justitie van Quickenborne blijft nazinderen. We begonnen er ook dit journaal mee. Nu overmorgen komt de Kamercommissie Justitie er vervroegd over samen. De minister die heeft zijn versie gegeven van de incidenten met beelden van zijn eigen bewakingscamera. Zo, bedankt voor het kijken. Ik wens je nog een fijne avond. Tot ziens. Ik herinner me ook niet meer exact welke beweging ik heb gemaakt. Maar zeggen dat op basis van die beweging dat me daardoor kunnen afleiden dat ik perfect op de hoogte was van wat er uren daarvoor is en heeft afgespeeld. Ik vind dat zeer verregaand. Dat kun je in elk geval niet bewijzen. Nu zijn er onduidelijkheden ontstaan over de feiten zelf en de verklaringen van de minister daaromtrent. En daarom vragen wij de minister ter verantwoording naar het parlement. Maar kijk een keer goed naar die beweging. Kijk eens goed. Kijk eens goed. Dat lijkt op luchtgitaar. Elk kwartier wordt interessant met Het Kwartier, de podcast van VRT Nieuws. Elke weekdag vanaf 4 uur in onze app.